kinderen, maar ook de gasten, die zeiden van hé, wat een leuk idee van zowel de school, maar ook de samenwerking dan. En er waren ook nou, behoorlijk nog wat mensen die dus toch geen zin in het toetje hadden of al te veel gereden hadden, maar dan toch spontaan de bus hebben gedaan voor de Stichting Nieuw-Wens. Omdat ze het gewoon een heel leuk idee vonden. Nou, heel graag. Super. Laatst van dat liefst, Dennis. Eigenlijk heb ik het natuurlijk van begin af aan wel meegemaakt met jullie. Ik heb het ook wel als heel erg leuk ervaren om met jullie in de keuken en met het ijsje naar de studie te gaan. En wat ik vooral heel erg leuk vond, was na het presenteren van de ijsjes en nadat ik de ijsjes ook echt mocht verkopen aan de gasten, heb ik een paar keer van een van jullie een reactie gehad. Dat er namelijk op het ijsje of op het toetje niet helemaal de dingen zaten, zeg maar, die erop moesten zitten. En toen dacht ik, oh, ze houden me ook nog in de smies met z'n allen. Daar wil ik jullie wel een heel erg groot compliment voor geven. Dat jullie wel echt alles, zeg maar, opgeslagen hebben en alles onthouden hebben van het hele project. Zoals we het samen gedaan hebben. Daarvoor wel een applaus vooral. Voor jullie, zeg maar. Nou ja, Dennis noemt al het woord samen. Zonder deze mensen van zaal Koenders hadden wij het natuurlijk niet kunnen doen. Want ik heb niet zo'n grote keuken thuis en een hele zaal en allemaal spulletjes die erbij horen. Dus om jullie nogmaals in het zonnetje te zetten, heb ik ook voor jullie een bloemetje dat ik het niet kan vergeten. Het staat op, je bent mijn toetje van het jaar. Alsjeblieft, dat is toepasselijk, al bedankt. Ja, ik weet het.